Een binnenvaartschip heeft woensdagmorgen de hefbrug bij de Bosseweg in Tilburg geramd. Mogelijk kwam de brug te snel naar beneden en ramde de boot daardoor het brugdek. De stuurhut werd bij de aanvaring volledig vernield, maar de schipper zelf bleef als door een wonder ongedeerd. De boot zit na het ongeval klem onder de brug en kan geen kant meer op. Medewerkers van de gemeente Tilburg bekijken hoe groot de schade aan de brug is. Zowel de scheepvaart als het wegverkeer zijn voorlopig gestremd.